Jongens, hier hebben we nog een mooi diertje. Dit is een krapse, jongens. Hallo jongens, leuk dat jullie weer kijken naar deze groene vlog van Christian Olivier en de rest. Doe voor jongens een blauw duimpje omhoog en abonneren zal helemaal geweldig zijn. Oep, want we gaan nu weer stevig tegenaan deze groene vlog van Christian Olivier en de rest. Hey jongens, vandaag zijn we weer terug in de hoofdstad van Luxemburg, namelijk Luxemburg. We gaan vandaag heel veel leuke dingen doen. Het is jammer genoeg wel een beetje, als je kan zien, heel regenachtig weer. Dus dat is wel een beetje, wat zullen we zeggen, kook. Desalniettemin, het is vandaag wel onze laatste dag ook weer voor mijn vakantie in Luxemburg, Duitsland een beetje. Dus we gaan er vandaag het leukste en het beste ervan maken. En we gaan een beetje kijken wat er dan nog brengt. We zijn nu bij een museum, dan gaan we daar zo naar binnen. Ik ben heel nieuwsgierig. We zijn voor oorsprong of zoiets, toch? Museum Nationaal de Histoire Naturelle. Aha. Ik doe een beetje denken aan Naturalis. Aan wat? Ja. Het is een emu zo te zien. Daar heb ik ook wel eens mee gewerkt. Gaan we blijven de ruimte in, om het zo te zeggen. Ja. Volgens mij is dit is Sicilië en daar had je sowieso twee. Ja. Daar heb je er twee. Mm-hmm. En dan heb je hier de laatste. Dit is ook Italië. Ja. En dan zeg ik even. Ik kan het doen. Maar volgens mij zijn het al actieve vulkanen, denk ik. Ja. Dit zijn de vulkanen die liggen onder water. Het is echt leuk om te zien, jongens. Dit gaat dus over, over alles, over de natuur, over hoe de aarde is ontstaan. Dat is wel heel interessant eigenlijk. Dan zie je hier. Ik heb er zo'n filmpje over gestart. Ik kan alleen heel slecht Duits, dus... Zo'n watervulkaan lijkt me ook wel gaaf om dat eens een keer te zien. Leuk om te zien, jongens. Hier hebben ze... wat zit erin? Mieren of wandeltakken? Oh ja, kijk. Ja. Oh, ook ja. Ik weet niet hoeveel beestjes het zijn. Ja. Het zijn een soort mieren inderdaad. Je zou gelijk denken dat hier wandeltakken in zitten. Ja, het zijn bladzijden hier. Het is inderdaad bladeren. Ja. Lijkt een beetje op de atlasvlinderbeesten. Die heb ik volgens mij wel eens gehad als huisdier een tijd geleden. Ja. De zeester. Dit is de... Wat is dat voor dier? Dat is die bestaan nog, maar die leven dan echt heel diep in de oceaan. Oké, er zit er een die zijn bot aan het doorsnijden daar. Ja, eentje met vleugels lijkt het. Oh, ja. Volgens mij is het zo'n soort die vervoeren dan naar een nest of zo. Dus en dan volgens mij naar daar. Al die bladeren die gaan er zo te zien, gaan ze hier naartoe. En dan geven ze dat dus zo te zien af aan een soort schimmel. En die schimmel geeft ze dan een soort voedsel terug. Ja. Zo gaat het. Zo heel leuk dit. Ook wel leuk hoe ze het laten zien. Als bambukiet kan je eigenlijk van dichtbij bekijken zo. Zonder dat hij wegvliegt. Al die grote insecten zien, jongens. Het zou wel heel gaaf zijn om die eens een keer in beeld te zijn. Met name deze grote jongens en die. Prachtig. Dit jongens is ook een mooi soort. Dit is het vliegend heet. En deze staat ook wel een beetje op mijn bucketlist. Ze komen ook in Nederland voor. De lijsten zijn best wel zeldzaam, alleen hier in Luxemburg en Duitsland is het een algemene soort. Alleen ondanks dat ze zo groot zijn, ongeveer 5, bijna 8 centimeter, worden ze toch nog steeds over het hoofd gezien. De Luwekeven, die heb je ook in Nederland, maar dan in de duinen.
jongens, heel leuk museum. Wij gaan er lekker door, jongens, op avontuur door het Moedertaal, een echte nacht. Oftewel, klein Zwitserland. Heel voorzichtig, jongens, gaan we hier eventjes naar beneden. Heel voorzichtig. We zijn aangekomen, jongens, bij de Smiesen, bij je Moedertaal. Niet ver hier vandaan ligt de Smiesentempel. En moet je kijken, jongens. Hier staat de Moedertaal onbekend. Het zijn prachtige mooie rotsformaties. En daar is een rivier, jongens. En die gaat dan helemaal zo. En in de beek, jongens, leven ook allerlei kleine beestjes, zoals vissen natuurlijk, maar ook salamanders. Vuursalamanders heb ik hier een keer gezien in 2013. En dan gaat het helemaal zo daar naartoe. En daar heb je ook de watervallen, de Smiesen Tempel, om het zo te zeggen. Dit is ook, jongens, wel een heel mooi stukje om te lopen. Kijk maar. Je krijgt hier wel natte voeten, dus gaan we omhoog. Jongens, we gaan nu een mooi flink stuk omhoog daar. Kijk, daar beginnen de rotsformaties al een beetje. En een prachtig mooi groot stuk bos. Zo, jongens. Wauw. Check dit uit, jongens. Dit is waar ze ook zijn naam hebben gekregen. Best wel interessant is om te weten, jongens, is dat het gebied is hier meer dan 112 kilometer groot. Tenminste, dat kan je hier wandelen. En omdat al deze rotsformaties hier staan, heeft het Moedertaal zo zijn kleine naam, zo zijn bijnaam, Klein Zwitserland bijgekregen. Ik vind het gewoon kunst, om het zo te zeggen. Het leuke is, dit is ook nog eens echte natuur. Dit is niet neergezet, jongens, door mensen. Dit is gewoon echt. Met de natuur gemaakt. Het is gewoon ontstaan in de loop honderdduizenden jaren, zeg maar, door het water. Tenminste, het is toch wel lastig om uit te leggen, maar prachtig is het wel. Wauw. Jongens, een prachtige mooie plek, het Moedertaal. Wat wij nu gaan doen is, we gaan nog een mooie grote wandeling maken, namelijk helemaal daarboven naartoe. En dan hebben we zo meteen prachtig mooi uitzicht over echte nacht. Jongens, nog leuk om te zien, daar in het water zit een dodaars. Dat is een heel klein vuurtoon, een heel kleine vuurtoonsoort en die duikt nu weer onder op zoek naar. Heel mooi, zo te zien heeft hij zijn zomerkleed. Oh, hij heeft een kuiken. Daar heeft een kuiken, jongens. Dan gaat hij weer onder. Het is wel heel leuk om te zien, want daar zit dus een kuiken van hem. Dat zit natuurlijk om eten te vragen. Die gaat nu het riet in. Ook wel grappig om te zien, jongens. Dan zien we daar opeens een witte vis zwemmen. Hij lijkt een beetje op een steur, maar volgens mij is het een karperachtige. Nee, het is een karperachtige. Maar hij valt helemaal op.
Zijn ze lekker? Ja. Zo, dat is jullie jongens. Zo. Zo zie je maar jongens. Sommige bramen kunnen heel lekker zijn en andere zijn echt ontzettend zuur. Dus nou ja, we gaan lekker verder naar boven. Wauw jongens, moet je dat daar zien. Prachtig hè pap? Moet je kijken. En rustig eigenlijk. Nou, perfect. Pap kent het weggetje, hij wandelt dit weggetje 1 keer per jaar. Dus nou ja, het is bijna net zo mooi als het moedertal hier vind ik. Zeker met dit allemaal hier. Prachtig. Jongens, op het pad komen we nog een mooie grote wijngaardslak tegen. Grootste slak van Nederland. Deze hadden we in de eerste video ook al gezien van onze vakantie. Heel mooi, maar we gaan lekker verder. Jongens, hier hebben we nog een mooi diertje. Dit is een krabspin jongens en dit is de groene krabspin. Zoals je kan zien. En deze ligt dus in een hinderlaag om te wachten op een prooi. Heel mooi beestje jongens. Dit is de eerste keer dat ik er eentje aan Limburg zie. Ik ben dit jaar ook al eentje eerder tegengekomen in Nederland. En had ik toen een paar foto's wel gemaakt. Maar hij stond wel op mijn bucketlist. Want ik vind krabspinnen zeer interessant. Met name de chameleon krabspin. Want die kunnen namelijk van kleur veranderen. Prachtig mooi soort jongens. Heel bizar, ik kan ook zien waarom hij krabspin heet, omdat hij zijwaarts loopt en hij er een beetje als een krab uitziet. Prachtig jongens, het lijkt gewoon net een soort tropische regenwoud, lijkt het een klein beetje hier. Echt een prachtig mooi bos. Zo. Nou jongens, zo, wat is het dat die beneden zeg. Hier hebben we een mooi stukje uitkijk. Daar nog wat van die rotsen. Kijk, dat is wel mooi. Ja, maar jammer van die regen, maar... Hier jongens heb je nog een stuk. Nou jongens, misschien achter hek, maar wauw, hier is het uitzicht ook mooi. Kijk, daar ligt echt een nog. Prachtig. Maar jongens, wat prachtig, moet je kijken. Mooi uitzicht. Nou, ik ben gewoon blij. Snel terug de dingen in. Nou jongens, dit is het kapelletje. En hier hebben we, dit is het mooiste stuk vind ik. Echte nacht. En daar achter jongens heb je dus natuurlijk, Moedertal. Dat ook zich echt voor kilometers uitstrekt, maar dit is ook wel heel mooi. Jammer van de regen, maar dat heb ik er wel voor over. Gaan we nu jongens via het wat wilde padje terug. Een hele steile trap. Gelukkig zie je een leuning, alleen daar houdt hij weer op. En hier is weer een leuning. Maar wel jongens, echt ongelooflijk mooi gebied. Wat zei je?
Ja, is goed. Waar? Ah, een mestkever. Nou, ja, is wel iets leuks. Ja. Nou, dit is ook wel heel leuk, hoor. Prachtig. Ja, dat is wel waar. En al die stukken rots hier ook weer mooi. Ja. Hop, hop. Leuke trap is dat, hè? Nou. Lekker stijl ook. Gaan we nu via het wilde stukje hier naar beneden. Jongens, dit is echt het wilde pad. Een heel stijl trapje zo te zien. Wow. Echt heel diep beneden. Daar loopt een pad zo te zien. Echt goed op passen waar je loopt. Aan de ene kant, jongens, is het heel gaaf. Aan de andere kant wil ik niet naar beneden vallen. Ik voel me net, jongens, Freek Vonk in de jungle, om het zo te zeggen. Nee, jongens, we zijn eigenlijk naar beneden. Nou, dat is echt een van de spannendste wandeltochten die ik tot nu toe heb meegemaakt. Zeker omdat het pad zo, ja, ik had niet verwacht dat het zo stijl zou zijn. En dan regent het natuurlijk ook, dan is dat natuurlijk extra link. Maar goed, ik was me er niet van bewust dat het dus zo zou zijn. Maar goed, het was wel heel gaaf en daar gaat het mee om. Het is leuk om te zien, jongens. Moet je kijken hoe laag die wolken hangen. Daar heb je het kasteel van Vianne. Waar die wolken hebben, daar hebben we op de eerste dag gelopen. Nu is het helemaal bewolkt daar. Heel bizar is dat.